Drones zijn enorm in opkomst in de wereld. En dat is ook de reden dat wij hier met het Erasmus Ziekenhuis samen aan deze innovatie werken. Het is natuurlijk van enorme toegevoegde waarde als je op een autonome manier de zorg dichter naar de patiënt kan brengen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het vervoer van spoedproducten, maar ook als er een schaarste van goederen is, dat je van A naar B met inzet van een drone de ene behoefte op de andere plek weer kan aanvullen. Middels innovaties proberen wij de patiënten thuis maximaal te ondersteunen. Medical drone service is daar echt een optie in. We kunnen dan het verkeer omzeilen en snel de medicatie bij de patiënt krijgen, zodat hij snel zijn antibiotica kan krijgen en de verpleegkundige niet hoeft te wachten. Medical Drone Service is een samenwerking die is opgericht vanuit PostNL en ANWB. En dat doen we met 4 medische partners, waaronder CERTE, het Isola Ziekenhuis, de Sanquin Bloedbank en het Erasmus MC, waar we vandaag zijn. En daar zijn we enorm trots op, want met deze partijen kunnen wij de zorg verder ontwikkelen en kijken welke toegevoegde waarde we kunnen leveren door het inzetten van medische drones. We vliegen met een drone van bijna 2,5 meter. Er kan 1,5 kilo aan payload in. En dat is vergelijkbaar met 2 grote bloedzakken, perfect voor spoedvervoer. Zo gaan we in het voorjaar van 2021 de eerste testvluchten maken vanuit Rotterdam richting het zuiden van Nederland. En daar leren we over wat we nodig hebben om in de toekomst ons echt drone-netwerk te kunnen opbouwen. En waar we misschien wel onze hubs willen gaan neerzetten en hoe we onze droom kunnen realiseren.